Minister Pralaat Seudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat er straks zal worden opgetreden tegen booteigenaren die op plekken vissen waar zij geen toestemming hebben. De bewindsman deelde gisteren zijn mening over de spraakmakende kwestie van visvergunningen in Surinaamse wateren. We zijn niet uniek hoor in de wereld, dat heb je overal in de wereld. Plotseling zie je nu boten op een vergunning staan van dat ze in Paramaribo moeten aanlanden of komen wijnen. Zie ze plotseling de Albina aanlanden. Wat hebben ze daar te zoeken? Dan denk je aan heel wat andere dingen die mogelijk zouden kunnen zijn. Maar er is een reden ervoor waarom ze daar aanlanden. Nou, dan moeten wij nu dat ook even gaan onderzoeken. Het kan falen zijn. Dat ze van daaruit illegaal vissen in de Franse wateren is een mogelijkheid. Een tweede mogelijkheid is dat er smokkel plaatsvindt, kan ook. Maar die zaken moet je kunnen bewijzen. En ze brengen ons op een spoor. We weten allemaal dat er meer brandstof wordt geïmporteerd dan ze zelf consumeren. Dus waar gaat het dan naartoe? Het zijn allemaal zaken die als regering, en dan is een samenwerking nodig tussen de collega's en justitie, defensie. En we ontwikkelen daar ook onze strategieën van hoe we dat moeten aanpakken. De minister stelt dat er meer geïnvesteerd moet worden in controlemechanismen. Het is bekend bij de vissers dat de controle zwak is bij de Surinaamse autoriteiten. Het is volgens Seudien moeilijk om mensen die illegale activiteiten ontplooien ook echt op te sporen. Ze werken op twee sporen. Eén, legaal. Dus als je op iets pakt, dan hebben ze nog genoeg middelen om je middels via de wet aan te vechten. Om maar aan te geven een voorbeeld. Iemand heeft een boot, heeft een vergunning. En hij moet minimaal 12 aanlandingen per jaar hier hebben. Dat hebben ze ook. Dat tonen ze aan. Ze voldoen aan alle andere voorwaarden. Maar als zo'n vergunning opduikt, een kopie ervan in Guyana, dan was hij zeg maar de onschuld van ja, het kan zijn dat een van mijn bemanningsleden het heeft genomen, want een vergunning hoort op een boot te zijn. Hè? En als de kapitein er toevallig niet bij is, of de eigenaar van de boot, en iemand anders neemt het, kopieert het en verhuurt het, verkoopt het. En wat moet je dan doen? Dus het zijn van die zaken en precies daar is het een beetje problematisch om zaken te bewijzen. Seudien merkt op dat het moeilijk is om mensen aan te pakken als die voldoen aan de Surinaamse regelgeving. Daar moeten er andere maatregelen voor komen. De minister merkt op dat door apparatuur er bewijsmateriaal is vergaard en 20 vergunningen konden worden ingetrokken.